dat is de finale van de Martini Challenge. Dit is gastheer Nelson Montfort. Challenge en wel bij de finale tussen André Cipressa en André Borella. Twee Italianen, allebei heten ze André. Borella bevindt zich aan de linkerkant en Cipressa aan de rechterkant. Cipressa herkenbaar aan de opgerolde kous. Borella een stuk langer dan zijn tegenstander Cipressa. En wij komen erin bij 0-0 in het eerste gevecht. Ook nu weer twee gewonnen wedstrijden voor de eindoverwinning. Het zijn twee grote in de schermwereld. Beide lampjes gaan branden. Maar de scheidsrechter wijst de touché toe aan Cipressa. Borella toch favoriet. Die draait al langer mee. Op hoog niveau in de schermwereld. En heeft meer ervaring. Was wereldkampioen individueel en in teams in 1986. Was ook nog eens wereldkampioen in teams in 1985. Wereldkampioen bij de junioren in 1979. Europees kampioen in 81 en 83 en Olympisch teamkampioen in 84. Oftewel een hele sterke staat van diensten voor deze 28-jarige André Borella uit Italië aan de linkerkant. Cipressa niet onderschatten, want ik zei al, hij was tweede op het WK in 85. En hij was wereldkampioen bij de junioren in 1982. Hij is 25 jaar oud. Borella heeft tenslotte het voordeel dat hij hier in Frankrijk erg graag speelt, geliefd is bij het publiek en al vaker goed gepresteerd heeft op de Martini Challenge. Weer beide lampjes die branden gaan. En dan is het of voor ieder een punt, of het is aan de scheidsrechter om vast te stellen wie er gescoord heeft. In dit geval wordt het 2-1. Beide schermers ontvangen een punt. Geen makkelijke taak ook van de scheidsrechter om goed op het spel te blijven letten en tegelijkertijd zijn beslissingen zo goed mogelijk uit te leggen en te motiveren voor het aanwezige publiek. Het gaat er af en toe heel fel aan toe. Dit was weer een oneigenlijke touché. We zien de stellingslijnen waar telkens de schermers aan garde gaan staan. Dit was een punt. We kijken nog even in de herhaling. Touché daar. Niet helemaal in beeld gebracht. Maar het is het punt voor Cipressa. Cipressa leidt. 3-2 nu. Geen touché. De scheidsrechter legt uit aan Borella. Waarom hij geen touché geeft, Borella, lijkt het daar niet mee eens te zijn. Maar hij heeft het maar te slikken. Het blijft 3-2 in het voordeel van Cipressa. Tegelijk gaan de lampjes branden en dan wordt het punt verdiend door Borella.
weer in evenwicht. Borrella links, Cipressa rechts. En de touché. Er wordt niet gegeven, of wordt hij wel gegeven? De scheidsrechter geeft hem wel aan Cipressa. Want het witte lampje ging natuurlijk branden daarna, omdat vervolgens iemand nog de ander aanraakte. Maar het punt was duidelijk voor Cipressa, 4-3. Een spannend eerste gevecht in deze finale. Geen touché. Cipressa kan de wedstrijd beslissen, doet dat niet. Borrella scoort. Hij komt terug tot 4-4. Wie nu scoort, is de winnaar van het eerste gevecht. Continu in beweging. En een punt voor Borrella. De eerste wedstrijd is binnen. Voor de lange Italiaan. Het staat 1-0 in wedstrijden tussen Borrella en Cipressa. En zij gaan het nog een keer tegen elkaar opnemen. Ze kregen 30 seconden rust tussen de twee wedstrijden door. We mogen dan opnieuw elkaar bevechten voor 5 touchés. Borrella heeft nu genoeg aan 5 touchés om eerste te worden in de Martini Challenge toernooi. Cipressa zal daarna nog een keer moeten winnen, want hij staat nu een wedstrijd achter. We zijn weg voor de tweede wedstrijd in de finale. De score is 0-0. En een punt voor Cipressa. Heel hard naartoe. Borrella leek ergens pijn te hebben, maar dat valt mee. Cipressa is over het algemeen iets afwachtender. Is een iets meer defensieve speler dan Borrella. Borrella heeft met al zijn ervaring en zijn staat van verdienst natuurlijk ook geen reden om voor anderen uit te wijken of een afwachtende houding aan te nemen. Die heeft een sterke schermtraditie. Het is niet voor niets dat hier twee Italianen in de finale staan. Hun Olympisch team werd in 1984 eerste. Kijk eens, dit spelletje van dreigen en uitdagen en afwachten. Het is heel boeiend om naar te kijken. Hier wordt een ongeldige touché. Touché voor Borrella. Daarmee komt de stand weer op gelijke hoogte. Het staat 1-1 in deze finale in de tweede wedstrijd. Opnieuw touché. 2-1 voor Borrella.
Fouché daar. Voor Cipressa die op de hielen blijft zitten van Borrella. Het staat 2-2. En weer die uitgestrekte arm van Cipressa. En die laaghangende floret van Borrella. Telkens dezelfde pose die ze aannemen. Uitdagen, afwachten. En je kan het schoon zien op het juiste moment. Continu in beweging. Er staat geen moment stil. En het touché. Prima werk daar weer van die Italiaanse reus André Borrella. En nou moet Cipressa uit gaan kijken. Het staat 3-2 voor Borrella. En Borrella heeft al één wedstrijd op zak. Kan het nu in twee punten beslissen. En daar krijgt Borrella opnieuw een touché aangewezen. Het is 4-2. Lampjes gaan gelijk branden, maar de scheidsrechter beslist dat alleen Borrella scoort, omdat hij toch een fractie eerder was. 4-2 voor Borrella. Opnieuw een touché daar. Nu voor Cipressa. En dat had hij nodig, want Borrella heeft er al 4. Cipressa moet nu heel snel proberen om gelijk te komen. 4-3 in het voordeel van Borrella. Cipressa onder druk. Het is een touché en de overwinning voor André Borrella uit Italië.